Jamal, je welkom bij ons op het pleats. We zitten hier in de nieuwe stal. Hier gebeurt van alles. Die kei die met zichzelf rijden. Dus die met zichzelf naar die robot daarin en die worden daar molken. Dus ze krijgen daar een beetje biks. Later komen ze naar die robot daar. Nou, en dat een komen soort malk in het jaar, het worden die malk ik wel kwijt. Nou. Maar fijn, je mag even roesje hier bij de robots. Oh, heerlijk zo'n ijsje, hè? Oh, wat genieten wij toch? Ja, heerlijk. Griet, wat maar je meer toch voor de kei? Ja, die hebben we al besjongen. Ja, maar ik vertel het niet van mij. Het product van de kei. Ja. Dit is product van de kei. Ja, maar je bent 1 minuut binnen. Wilt u een happy? Goed, jongens. In een bakje. Maar je bent maar 1 minuut binnen geweest en die man is uitpraten en je spat eruit naar het ijs. Ja, ja. Nou, dat ben je wel aan het komen. Dat is zeker. En hoe smaakt het? Heerlijk. Ja? Ik zat nog net helemaal, maar ik doe het al. Ik zou wat te volle suiker in zetten, maar ja, ik moet wel een keer zonder in hoor. En dat hindert niks. Ben je dan een beetje druk als je te volle suiker hoort? Nou, dat kan ik wel eens zien, hier, maar dat ook net. Zelf hier laat ik het net komen, dan zet ik het eerst voor. Het is onvoorstelbaar hoor. Die mensen die winnen helemaal onder indruk van dat ijs, hè? Ja. Ik dacht, nou, dat we een peer en ijsko hebben willen, dan ben ik wel heel blij, maar ziet er alle bakken leuk. En wat vind je van de mooie machines binnen en robots en zo? Nou ja, maar dat ken het ooit meer, hoor. Dat is de tijd schrijft. Ik bedoel, je moet er niet bang zijn voor nieuwe dingen. Je moet er mooi doen. Gewoon kom je achter. En dat lukt je wel zo goed. Ja. Dus het komt wel goed met deze boer? Ja, ik zit er net doorheen. Het komt wel goed. En waar ben je ook? Nou, ik ben de kroegbaas. Uit Hallem. En jou hebt dus een knienbiljart? Ja, dat is weer een nieuwe hobby. Dankzij mijn medewerkster met haar mooie ideeën. Nou, wij beginnen dit weekend voor Series Request. Dat komt in december in Leeuwarden. En wij willen graag iets voor een goed doel doen. We zijn sowieso 2 dagen continu open met artiesten. Die treden allemaal belangeloos op. We beginnen zaterdagmorgen om 10 uur. En we houden zondagavond om 12 uur op. Een springkussen voor de kinderen. We hebben een clown. En een draaiend rad. En scheid je rijk met een konijn. Dit is jouw knie? Ja. Ja, officieel van mijn vrouw, maar ik ben nog in maatschap. Nou, ik ga deze bak timmeren. We moesten morgen uit even, want ze moesten moest er hier steken. Dit is Berend. Het is een Nederlandse hangerdwerg. Kninegries. Is die binnen het meest geschikt dus voor scheidje rijks? Ja, maar ik voor ben en binnen aanhankelijke dingen. De Bengals die huizen gewoon in de hoes en los. Want ze ben ik nog zendelijk wat dat betreft. Oh, is dat dan wel handig? Ja. Krijg je nou geen opstapping dan, dat hij het inhoudt? Nee, ze houden het niet in, maar ze gaan er wel op niet aan hetzelfde plak. Oh, zo? Ja. Want uiteindelijk, en dit is een heel mooi zijn bak, maar als hij ergens in één keer zijn behoeftes erin had, dan maakt ze mij een goed schermaatje weer. Maar dan gaat er altijd op datzelfde nummer, hè? En heb je al enig idee waar je op inzetten ging? Ja, ik denk dat het nummer 4 nog, want hij had er al schieten.
Nou jongens, proost op het weekend. Proost op een geslaagd weekend. Proost. Hey. Ah, hij is lekker. Ja. Lekker, hè? Lekker.